Ja, en dit is waar je dan straks ruzie over gaat krijgen als je elektrisch rijdt. Want dan heeft je partner, vrouw, hond of nou ja, whatever, je auto s'avonds niet opgeladen. Dat betekent dat je maar 10 of 11 kilometer range hebt. Nou, we zitten vandaag in de Opel Ampera, een pre-productiemodel. Niet alleen maar een elektrische auto, maar een elektrische auto met range extender. Een 1.4 benzinemotor die louter werkt als generator om elektriciteit op te wekken. De auto rijdt altijd elektrisch. We hebben een 110 kW, ofwel 150 pk elektrische motor aan boord. 370 Nm koppel. Nou, redelijke waardes. En je hebt een batterij die 16 kWh groot is. Ja, daar kan je 60 km in principe mee rijden. Op het moment dat die batterij leeg is, slaat die range extender aan en kun je gewoon doorrijden. Hij rijdt dus niet op die verbrandingsmotor, maar hij genereert elektriciteit en zorgt ervoor dat de accu's erbij worden geladen en kan je gewoon doorrijden. Dat is natuurlijk wel weer de grap met het elektrisch rijden, op een of andere manier ontzettend onspectaculair. Het hele concept is natuurlijk fantastisch, maar voor de rest qua rijden, ja, het is gewoon een normale auto met automaat. Ja, en het enige verschil met die elektromotor, hij is enorm stil. En je hebt gewoon lekker veel koppel direct onderin. Dus als je kijkt naar de prestatie van deze auto, ongeveer 9 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 161 km per uur. Waar die ene kilometer vandaan komt, weten we ook niet. Ja, dat is voor de Nederlandse praktijk natuurlijk helemaal prima. Het is natuurlijk wel weer een eco-georiënteerde auto, dus ja, supersportief. Nee, bovendien, de basisauto natuurlijk in eerste instantie voor Amerika ontwikkeld. Dus het is wel een beetje zo van, ik stuur en dan denk ik, nou, zou die inderdaad echt naar rechts willen? Ja, dat wilde ik. En straks, als het echt de Opel Ampera definitieve vorm wordt, ja, dan gaat hij wel wat strakker sturen. En ja, dan is het best wel een oké auto. Maar ja, of ik nou zelf klaar ben voor elektrisch? Nou, belastingtechnisch in ieder geval wel. Maar qua rijden, ja, ik vind het altijd wel leuk hoor. Het klimmen van de toeren als je een keer vol op het gas gaat. En ja, die sensatie mis je wel in deze setup. Maar ja, het is wel veel zuiniger en milieuvriendelijk. En misschien is dit wel de toekomst. Wie het weet mag het zeggen. Even opladen, ja, dan kunnen we weer verder. Het is een speed camera head, Jeroen's head. Wij zeiden, oh, dat would be nice to, yeah, to have my first ticket with electric car.